60 jaar na de opening van het eerste Van der Valk Hotel in Vught heeft de familie gisteren in Uden haar 95ste vestiging geopend. Reden voor een familiefeestje. Langs de snelweg A50 bij Uden is voor 18 miljoen euro dit hotel met meer dan 100 kamers neergezet. Met de bekende toekan op dak. Vier generaties van de Valk deden samen de opening. 60 jaar na de opening van het eerste hotel samen met u en uw man in Vught. Nou hier in Uden, is het toch een beetje thuiskomen? Ja, inderdaad. Ik vind het geweldig wat er allemaal gebeurt. En ik vind het ook heel fijn dat ik er allemaal nog mee kan maken. Wat allemaal weer leeft. Boukje Heinrichs, ja, je gaat hier de tent runnen, zoals het zo mooi heet. Weer een volgende stap in de Van der Valk-dynastie in Brabant. Hoe voelt dat? Ja, voelt fantastisch. We zijn apetrots dat het hier staat. En in 35 weken hebben wij dit waanzinnig mooie hotel gebouwd. En terug back to the roots. Want ik kom uit Brabant en ik ben een tijdje weg geweest. Dus ik ben helemaal blij dat ik weer hier mag terugkomen. En ook bijna de complete familie van Eerdwasser, bekend van de Jumbo supermarkten in Veghel. Ze zorgde zelfs voor de muziek. Valk, Toos en Gerrit, helaas is Gerrit overleden, zijn onze beste vrienden geweest, jarenlang. En Toos is nog mijn vriendin. En mijn zoon is met een kleindochter van Toos en Gerrit getrouwd. Dus de binding is vrij groot. Een soort familiefeestje dit? Zeker. Precies, het is ook een beetje familie, hè? Precies, met goed geïnformeerd. Maar ja, dit is gewoon prachtig. Ik denk ook zeker voor het gebied Uden-Veghel. Om zo'n prachtig nieuw hotel en restaurant erbij te hebben is iets wat denk ik heel veel behoefte aan is. Want u had niet zoveel keuze in hotelkamers als het gaat om gasten van Jumbo, hè? Ja, precies. Er was helemaal niet veel keuze in deze regio. En ik ben ervan overtuigd dat wat hier staat een hele goede toekomst tegemoet gaat. Meneer Van Eert, u geeft zelfs persoonlijke rondleidingen. Dat moet iets zeggen over dat u volgens mij redelijk trots bent over wat er hier is neergezet. Ja, natuurlijk. Het wordt bij de regio, hè, nu, hè? En daar zijn we trots op, ja zeker. Van der Valk, een oud merk zullen we maar zeggen. Een familie die toch op internationaal gebied heel erg aan de weg getimmerd heeft. Jumbo daarentegen de laatste 10 jaar. In hoeverre is Van der Valk de familie een voorbeeld geweest voor u? Van der Valk doet eigenlijk hetzelfde wat wij gaan doen of aan het doen zijn. Dat is namelijk tegen een hele lage prijs een hele grote waarde leveren. Ja. En dat is typisch voor Van der Valk en ook voor ons. Het begon met een hotelletje in Vught, het eerste Van der Valk in Vught. Ja, 10 jaar geleden was de Jumbo ook nog even niet de Jumbo van u, hè? Nee, 10 jaar geleden kwam ik iemand tegen en zeiden ze, oh, u bent van de Jumbo van de spelletjes. Maar dat is anders gegaan, gelukkig. In de skybar van het hotel werd over deze en andere zaken nog lang nageborreld.